ik handiger dan met de bielen. Ja, zeker. Maar je klemt ook nog wel eens in je neer. En wat mij om een schaffelen hout? Ja, dat is ik, hè. Ja, ik kan de cv op hout, hè. Dus hoe kouder de winter, hoe gunstiger het voor u is, hè. Maar is dit nou werk of hobby? Dit is hobby, hè. Ja, werken is mijn hobby ook, dus... Je moet toch wat maar als hobby, hè. Zo, hier ben we dan in een stal. Daar heb ik ook al een liedje verzameling. Want ja, dan droeg het hier en dan hoek ik winter, als het koud is, dan hoef ik net de boeten daar. Maar ja, ik ga er eindje verder op haar aanbult zingen. Nou, dat zit ongeveer een kuper 10. Nou, hier zit nog een kuper 8. Nou, daar komt nog een flutje bij. Oh, je kunt mooi wat jaren vooruit hebben dit seizoen. Ja, ja. Als je wat ouder weer aan, dan hoef ik ze volgende meer. En dan ken ik het niet meer dat een boer zei erin niks. Dus ja, ze mij toch wat trots sprakelijk. Dus hij weer vroeger gehad met sprakelijk, met deze stal. Dus hij had in Drachten hadden we pleats en uitbrutsen en daar hadden we die weer opgebouwd. Dus ik had in principe mijn jaarmoeder dat opgebouwd toen. Maar ja, het steekt nog. Ja, je mag hier ook wel even doorheen, hè. Om de voet maar net te breken. En wat voor projecten hebben we hier dan weer? Oh, ik van alles wat. Dus ik heb er een staring ook wel in de kachel opstoken, waardoor er meer in de weer hem eraan ik mij aan de haal. Zo die mij graag houdt, hè? Die vrij ik over op. Ja, zulke dakpannen, ik die stond er ook wel 15 hier, ga ik een keer van de bouw mee halen. Ik denk, ja, misschien nog een hokje bouw. Maar ja, als de pan dan oer zit, dan wordt het net zo'n groot hokje. En ik heb in de regel maar ik grote hokken hebben, waardoor dan kan ik weer niks kwijt. En verhandel je ook wat dan? Nee, dat komt het hebben, die kan het krijgen. Ja, dan ben ik het maar wel kwijt. Dan krijg ik weer ruimte. Maar ik vind dat zonde dat het voortgeworden wordt. En dan denk ik, nou ja, mij nemen. Ja, zal ik dat altijd dieren. Hier verzamel ik van alles wat. Nou, hier hangt een oude brommersteen. Een kapitein mobilet. Dat was mijn eerste krasbrommer. Ik denk, oh, ja, dat wie deze net, maar was een type. Ik denk, dit wordt wel waar, omdat ik dement begin te worden. Kijk, altijd wel eens mijn dingen rijden. Dan zit ik weer in de oude tijd weer om. En weet je in deze chaos nog alles waarom te vinden? Ik wel. Als je me vraagt van haast had ik, dan weet ik het wel niet 100% dat ik het ha. Jawel. Ja, dat zit in het geheugen, hè. Als je nog alles begint te verplaatsen, ja, dan weet ik aan het meer waar het leidt. Dan mag ik alles weer opnieuw resetten. Dit is mijn werkplaats, wat hier repareer ik het spul altijd wat. Ja, dus juist het wel weer. Dan ben ik weer eigenlijk mee bezig en dan wordt het spul eruit, maar we hebben het gegooid. En dan, nou ja, in de regel dan onthoud ik wel weg een sleutel gegooid en dan pak ik hem daar altijd weer wat bij. Maar ja, soms ben ik hem ook wel even kwijt. Maar ja, ik houd dit een peersetje, dus dan kan ik wel weer een oren pakken, dus dat scheelt wel weer. En ik houd nog een dopsleutel zetten, hier roem ik altijd netjes op. Dus ik denk, ik altijd, voor de snelle hoop haak ik altijd nog wat. Zie je? Goeie! Oh, ik was zeg, ik schrok al, ik het er niet. Ja, zeker. Maar nou, ik zie er niet uit. Ik heb net even getennist. Aha. Dus ik ga even wat eten koken. En hoe het wat? Tennis? Kan beter. Ja? Kan beter. Ik heb weinig geduld. Weinig geduld? Weinig geduld. Dus ja. Is soort lange rally's zijn er bij mij niet bij. Nee? Nee. Dus dat ding is allemaal afmaken, ja. En dan niet de bal te hekken worden. Ja, kun je rapen. Wat ga je koken? Ik heb het aardig, dus ik heb in de horeca gewerkt, ben kok geweest. Dus ik doe nu heel wat anders. En wat doe je dan nu voor werk? Ik werk voor Trajectum. Ik weet niet of je dat wat zegt. Hoeveel bossen hoort? Nee. TBS-kliniek. Behandelkliniek, eigenlijk moet ik zeggen. En worden mensen behandeld, cliënten. Ja. Dus dan moet je TBS'ers behandelen? Ja, TBS'ers heb je. Ook gewoon mensen die vrijwillig zijn, die behandeld worden. Dus Wat moet je dan doen, concreet? Concreet? Op zo'n dag, wat doe je dan? Op zo'n dag? Ja, ik begeleid ze op zo'n dag. Hè, dus het wonen. Het wonen en het werken. En zorgen dat de dag gewoon soepel gaat. Ja. En dat ze op hun gemak zijn. En dat ze hun therapieën en dagprogramma's kunnen volgen. Rust bewaren. Ja. En als er wat gebeurt, probeer je ga maar even zitten. Even rustig, water. Even praten.
komt helemaal goed. Ja. Ja, 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 dat is het eigenlijk, ja. Maar van kakken naar het behandelen van TBS? Ja, 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 dat is maf, dat is een omslag. Ja. Maar toe maar, ik ben er blij mee. Het is even wat anders. Ja, ze zeggen, je moet één keer in je leven veranderen van wat je doet, het roer omgooien. En dat heb ik bij deze gedaan. En dan denk ik, ja, ik ben er erg, tot nog toe erg blij mee. Dus ja, het gaat met mij prima wat dat er gaat. Ja. En nu dat tennis nog? Nu tennis nog. Ja, ja, nou, dat zal wel even duren nog. Misschien moet ik even lesjes nemen. Dus die TBS'ers zijn eerder uitbehandeld dan dat jij wat fatsoenlijk kunt tennissen? Ik denk het wel. Zo treurig is het met mijn tenniskwaliteiten. Ja, nee, mijn vriendin is een stuk beter. Dus, dat is ook extra pijnlijk. Ja, dat is behoorlijk pijnlijk, ja. En dat, ja, ik kan ook niet zeggen dat het onder ons blijft. Maar nee, dat is wel pijnlijk. Maar ja, doe maar, het is er gegund.